America! Good to see you. Good Hello, see America! You. We're very happy to be in America. I want to be in America. I want to be in America. Hier ist das Ultra Kurzwellenprogramm des Neudeutschen Rundfunks. Hallo, liebe Schlagerfreunde! Erik Zwaan, onze gitarist, die was kort daarvoor uit de Meteors gezet. En de Meteors die speelde daar ook op datzelfde podium. En André was stond daarnaast de Meteors en roepen, Miljof, kut. En die zanger, hoe wordt hij weer? Hugo Sinsheimer. Kan die man weg? Geweldig. Wij moesten toen ook presenteren, we moesten er om 10 uur al zijn of zo. Wij presenteerden. Ja, ik heb alle presentatie helemaal aan jou overgelaten. Ja. Dus ik kreeg daar direct om 10 uur al whisky te brengen. Dat was fataal. Ik heb hier beelden. Vooral het begin is fantastisch als André de microfoon grijpt en zo doet. En ach, dat is zo mooi. Die valt dan ook op de grond, geloof ik, of niet? Nou, in ieder geval snoer werd eruit gedrukt, dat weet ik wel. Nee. Was hij mooi? Wat lelijk altijd al. Ik heb vroeger eens een keer een verkering gehad met een meisje en dat heette ook zo. En toen was eigenlijk ook zo'n beetje de eerste keer dat ik een beetje verkering had en zo. En het was ook een heel lief meisje en zo. Maar mijn vrienden plaagden mij altijd mee dat meisje zo lelijk was. Daar heb ik dat eigenlijk wel een beetje een model voor gesteld. Het is nu pas voor het eerst na 30 jaar dat ik dat toe durf te geven. Maar dat is zo. Dus je was niet mooi! Ik had thuis gebracht. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. En ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. En ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant. En ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant. Toen kwamen Paul zijn ouders een keer naar een optreden in Emmeloord. Weet je dat nog? En toen zaten we dus in een, het was een groot festival en toen waren we dus, die kwamen er speciaal, weet ik, voor helemaal voor kijkend. En voor het optreden even het busje in, want er was geen kleedkamer. En toen ging de heer even vreselijk hevig blowen om in de stemming te komen. En toen zaten we ergens in een busje hasjes te roken, toen zijn we helemaal vergeten dat we nog op moesten. We konden ons nergens meer vinden. Toen de deuren open gingen van het busje voor het optreden, kwamen Paul en André in een grote walm, marihuana walm, kwamen ze naar buiten en daar stond een... Zijn vader, zijn moeder en zijn zusje. Dat was wel een aardige gebeurtenis. Alle duiven op de dam, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, shalalala. En ze zaten op je schoot, shalalali, shalalala. En je gaf ze stukjes brood, shalalali, shalalala. Als een droom keek jij me lachend aan, mijn hart ging sneller slaan. Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer. Dan ga ik keer op keer, er is geen ander meer waar ik van hou. Ik denk dat ons meest hilarische optreden geweest is in de oude Ulo in Leek.
Weet je die nog? Nee, zo niet. Ik weet wel, wij hebben dus een repertoire van ongeveer anderhalf uur. We hebben daar optreden gedaan. Ik geloof dat het 3 tot 4 uur geduurd heeft. Ik weet het precies meer. De hele zaal begon zich met te bemoeien. Er kwamen allerlei mensen op het podium die ook dingetjes gingen doen. En dat is een enorme puinzorg geworden. Dat was een van de leukste, voor mijn gevoel. Oude Ulo Leek. Mag ik een negatieve iets noemen? We hebben toen een keer hier met heel veel succes in het voorprogramma van de Dempt gespeeld. Een punkgroep toen hier in Groningen in de Korenbeurs. En we gingen de volgende dag spelen weer bij het voorprogramma van de Dempt in Rotterdam. En toen was het allemaal een beetje laat. En die mensen, die hele zaal met die punkers, die floot gewoon. Die floot al 5, 10 minuten voor aangaan. Toen kwamen wij op. En ze floten gewoon door. Hè? Ja. En wat wij ook deden, ze bleven gewoon doorfluiten. En we hebben 3 nummers gespeeld, toen zijn we weggegaan. Het was een komisch duo die ging om plezier in spelen en in optreden. Altijd leuke tochtjes, qua jongens in een busje toch eigenlijk. En op elke plek speelden we op biljarten en in sportzaaltjes en in kantines. Het maakte allemaal niks uit. Ik ben een veelvreter. Net zo goed een lekkere soulband wil beginnen of een. En jazz is ook een grote liefde. Jazz. Ik zei, daar heb ik juist een teringschurft aan jazz. Ik geef toe dat het een vooroordeel is, maar. Ik heb zelfs een keer samen met Joop Damme het AJC opgericht, een anti-jazz-comité. Wat ze vooral toelegt op het verstoren van het jazz-concert en inderdaad het in beslag nemen van een muziekinstrument. Het is er nooit van gekomen hoor. Ik vind alle prima gasten hoor. Die. Ik hield van Keetje. Keetje hield van mij. Ja, wat er ook gebeurde, we rolden zij aan zij, maar nu is ze weg, ver weg, heel ver, weggegaan, naar de eeuwige rolschaatsbaan. Paul André heeft zich natuurlijk ontwikkeld in de loop der jaren, of hoewel je dat op repertoiregebied niet kunt zeggen, want daar liep het op bepaalde moment ook stuk op. Het waren gewoon altijd dezelfde 20 nummers. Kijk, die plaat was een compilatie van eigenlijk 10 jaar frieken in de stad. En eigenlijk hadden we daarna ook geen follow-up meer. Dus eigenlijk een beetje, werd ons ook wel verweten. Ik weet nog wat Henk Binnendijk van Radio Noord, die zei toen. Kun je nou ook voorstellen, André, dat er tijdens een interview van. Dat nu mensen die nu voor de 33e keer Wilding hebben gehoord, een vermoeide glimlach op hun gezicht komt. Nou ja, een beetje dat zat er ook wel bij. En ook een beetje, ik ben echt iemand die niet graag altijd onderweg is en zo. En, nou, die combinatie dat er echt geen ontwikkeling in zat en dat een beetje altijd, wat te veel en zo. Het was eigenlijk een beetje op. Het was een beetje op, ja. Eigenlijk wel. Oh, wat zie je in die vrouwen, rozen, auto's en juwelen, heb ik je nou cadeau gedaan? Maar wat laat je het niet gaan? Aki, Aki, en die is het bedankt. Ja, niet dat het zomaar ophield, het heeft nog wel een tijdje voortgesudderd. En er is zelfs een heroprichting geweest in de jaren 90. Toen is de cd opnieuw uitgebracht en hebben we met Bent, met Wessel, ik en Anne Kraster hebben we nog.